Na een spectaculaire ontsnapping uit de Koepelgevangenis in Breda is een 35-jarige vrouw woensdagavond in de Uranuslaan in Helmond opgepakt. Zij was daar bij vrienden of bekenden ondergedoken. De ontsnapping was groot in het nieuws, omdat de vrouw het voor elkaar kreeg met een lepel via een zelfgegraven tunnel uit de gevangenis te komen. De Limburgse vrouw zat vast voor een dubbele moordpoging en moet nog 21 maanden celstraf uitzitten. De Uranuslaan staat bij buurtbewoners bekend als rustig en stil. Hoe denken zij over de ontsnapping en de arrestatie? Het is hartstikke saai in de straat. Er gebeurt niks. En dan gebeurt er wel iets. Gisteravond kwam een vriendin huis en die zag dat de politie was. En dan hoorden we toevallig net dat ik dan gebeld werd van dat die vrouw van de Breda is gevonden hier. Heeft u gehoord over de ontsnapping? Ja, dat wel. Ja, dat moet zoiets, dat kan dan ook nog, hè. Ik snap het helemaal niet, maar ja, ik heb het wel gehoord en gezien op de televisie, maar ik wist niet dat ze hier opgepakt is. En, ik heb er echt niks gehoord. Ik woon, nou, dat is op, ik weet niet wat voor nummer dat gebeurd is, maar wij wonen denk ik aan het einde van de blok dan. Maar nee, helemaal niks meegekregen. Nee, niks gehoord of zo, van een hoop geschreeuw of zo. Ze viel niet op in de straat in ieder geval? Ik heb dat nog nooit gezien. Ze is ontsnapt door met een lepel? Ja, dat begrijp ik ook niet. Dat verhaal had ik wel eens meer van willen horen, want met zo'n lepeltje uitgaven, dat kan ik ook niet volgen. Dat kan. Wat vindt u dan ervan dat iemand op zo'n manier kan ontsnappen? Ja, dat vind ik heel raar. Want je gaat toch met een lepel, moet je kijken als een kind een kuiltje zitten graven met een lepeltje. En dan iets maken wat je zelf doorkent. Ja, dat... Wat vindt u van die ontsnapping? Ja, grappig hè? Ja, dat is mooi. Mooi dat het nog kan. Zo. Ja, ik vind het wel lachen. De vrouw is inmiddels naar een andere gevangenis gebracht. Er wordt nog bekeken waar zij definitief geplaatst zal worden.